Goedendag en welkom vanuit het aanvalstadion. Morgenavond 7:15 zal er hier achter mij af worden getrapt voor het Conference League duel met FK Bodø/Glimt Return. Want vorige week werd het in Noorwegen 2-1. De Nooren waren er vanmiddag al om te trainen en hadden daar ook hun persconferentie. En wij vroegen de trainer van Bodø naar hun verwachting van AZ. They play with really, really high intensity. It's a press team, a hard working team. They are really good one against one individual, and it's difficult to play against them because if you play away the press, it's pace, but they reorganized so quick, so you don't have much time. So for us, it's how we're defending. We want to defend with also the high press, and when we losing the ball, we have to win it back. They are really good in the regaining play. So for us, it's the same. We really want to dominate the game. But the second thing, when we have space, we have to play forward and attack forward with high speed. En toen was het dus tijd voor die afsluitende training richting dat duel van morgenavond. Overigens niet voordat er nog even op de foto gegaan moest worden. Daarna werd er vanmorgen om 11:00 en 1:00 getraind. Normaal gesproken trainen Europese ploegen pas later op de middag. Bodø wilde zich echter zoveel mogelijk aan het eigen schema houden. Dat deden ze dan ook onder het toeziend oog van een aantal Noorse journalisten. De laatste keer dat er een Noorse club in Alkmaar op bezoek kwam, was in 2011. Toen kwam Alessons op bezoek naar Nederland voor de Europa League. Overeenkomsten tussen toen en nu zijn zeker te vinden. AZ verloor toen namelijk in Noorwegen met 2-1, mede door een discutabele penalty. Dit is Hens, maar van opzet lijkt me geen sprake. Of toch, hij geeft een strafschop. AZ won in 2011 toen wel overigens met 6-0 van de Nooren. Hopelijk wordt het morgenavond net zo'n mooie avond. Hoofdtrainer Pascal Jansen weet in ieder geval zeker dat het niet zo makkelijk zal gaan worden. Nou, in ieder geval wel iets waar ik op hoop. Dus als het eerste deel van jouw verhaal klopt, dan hoop ik dat het tweede deel ook klopt. Maar dat weten we morgenavond pas. Nee, wat verwacht je voor avond? Nou, we zullen in ieder geval een goal moeten maken. Dus we gaan op jacht naar die goal. Helaas is het zo dat het systeem de uitgoal niet meer honoreert zoals dat in het verleden was. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Maar we hebben wel een goal nodig om minimaal op gelijke stand te komen. En we zitten nu in de rust, dus we gaan voor die gelijkmaker. En dan is het ook gewoon zaak dat je daarin niet te veel ruimtes prijs geeft, waardoor je zelf misschien nog schade oploopt. En van daaruit hoop ik in ieder geval dat we in staat zijn om die wedstrijd verder naar ons toe te trekken en als winnaar van het veld te stappen. Heb je dan het idee dat het eenzelfde soort wedstrijd als vorige week kan worden? Of dat misschien Bodø wel eens de bus zou gaan kunnen parkeren? Nou, dat denk ik niet. Op basis van de wedstrijd die ik van hun heb gezien, hè, onder andere Celtic 2 keer en 2 keer AS Roma, dan zie je dat zij hun eigen identiteit eigenlijk wel altijd nastreven. En dat hebben we in Noorwegen van de week zelf ook aan de lijve ervaren. Ik vind het een prima voetballende ploeg met een aantal specifieke kwaliteiten. En we hebben het nu gevoeld en ervaren. En het is aan ons nu om daar beter tegen gewapend te zijn. Ik denk dat ze eigenlijk wel gewoon hetzelfde proberen te spelen als altijd. En dat zullen wij ook wel gewoon doen. Dus ik denk dat het wel een interessante wedstrijd wordt. Alleen ik denk dat wij natuurlijk in het voordeel zijn omdat we hier spelen. Ja. Sowieso op gras. Dat is wel anders voor hun denk ik dan kunstgras. En met de fans natuurlijk die erachter zullen staan. Daar heb ik heel veel vertrouwen in dat we een goed resultaat weten te halen. Wat heb je in voetballend opzicht geleerd van de vorige wedstrijd tegen hen? We weten in ieder geval nu dat we iets beter druk moeten zetten op hun. Omdat ze natuurlijk heel goed kunnen voetballen en een risico nemen in hun opbouw. En voor de rest ook meer kansen willen creëren. Waardoor we zeg maar ook een grotere kans maken om te winnen natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat we dat mee moeten nemen uit de vorige wedstrijd en beter kunnen en moeten doen. De grote vraag is natuurlijk of Frederik Mietje en Jordi Klaas aanwezig zullen zijn morgen. Vertel. Jordi is beschikbaar en Mietje helaas niet. Nee, gaat Jordi dan ook gelijk spelen? Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, want hoe groot was het gemis van de twee? Ja, je ziet dat ze gemist worden in onze manier van spelen. Of het nou het spel aan de bal is of zonder bal. Zijn belangrijke spelers voor ons team. En als ze er niet zijn, dan moeten andere jongens opstaan. En die hebben dat ook met alles wat ze in zich hebben ze dat geprobeerd. Alleen niet met het gewenste resultaat over al die wedstrijden dat ze niet beschikbaar waren. Ja, dit was de voorbeschouwing vanuit het aanvalstadion op dat Conference League duel van morgenavond.
Kwart voor zeven dus, te zien bij ESPN, AZ tegen FK Boeroeglind.